Oefening 3. Deze oefening is om ruimte te creëren in je bekkenbodem en onderrug. Ga op een stoel zitten en voel het contact van je voeten met de grond. Je voeten staan recht onder je knieën. Leg je handen op je bovenbenen en voel het contact met je bekken op de zitting. Stel je je bekken voor als een schaal. En vul die schaal met lucht die door je neus binnenkomt en laat bij de uitademing de lucht er weer uitgaan. De schaal is driedimensionaal. Probeer de hele ruimte gelijkmatig te vullen. Je merkt dan dat je buik en misschien ook je onderrug en flanken uitzetten bij de inademing. Concentreer je weer op het beeld van de schaal en stel je voor hoe groot jouw schaal is. Beweeg nu je stuitje richting de stoel en weer terug. Heel langzaam en ontspannen. Je beweegt dus nu naar achteren en naar voren. Voel hoe je heupgewrichten en je wervelkolom bewegen. Waar merk je dat je inademt en waar merk je dat je uitademt? Er is geen goed of fout, je observeert alleen. Je eindigt weer in het midden. Beweeg nu je bekken zo dat je de ene keer je linkerbekkenhelft meer in de zitting brengt en de andere keer de rechter. Hoe beweegt je wervelkolom als je je hoofd in het midden houdt? Observeer weer en beweeg heel langzaam en ontspannen. Je eindigt weer in het midden. Teken nu met je bekken een cirkel op de zitting, doordat je van de voor-achterwaartse bewegingen van je stuitje en de zijwaartse bewegingen een combinatie maakt. Doe dit weer langzaam en ontspannen en blijf rustig in- en uitademen. Maak de cirkel ook de andere kant op. En je eindigt weer in het midden. Stel je je bekkenbodem weer voor als een schaal en vul de schaal weer met lucht bij de inademing en laat de lucht eruit gaan bij de uitademing. Hoe groot is nu je schaal?